Ondanks de speciale inleverpunten voor de kerstbomen dit jaar, liggen veel bomen op plekken waar ze niet horen. Je vraagt wat ik vind van die kerstbomen. Die horen op een inleverplek bij speciale ophaalmogelijkheden van de gemeente. En dit vind ik een beetje slordig. Ze liggen in ieder geval wel bij elkaar. Het is goed dat er één punt is, maar het feit dat er zoveel is en dat het zo lang duurt voordat het opgehaald wordt, is minder. Het is geen inleverpunt, hè? Het moet gewoon worden opgehaald. Bij de afvalstraat kun je ze inleveren. Ik vind het op zijn minst vreemd. Want het ruikt wel lekker. Toen ik aankwam dacht ik, het ruikt wel lekker naar kerstbomen. Maar niemand kan er langs. De fietsen kunnen niet weg en er zijn spullen onder. En de mensen kunnen niet van de trottoir gebruik maken. Kijk, die bomen moeten weer het huis uit, prima. Maar ik denk gewoon, doe het gewoon op zondag. Als de grofvuildag is, dan moet je het eigenlijk neerleggen. Dus ik zou zeggen, gemeente, haal dan in deze periode één keer in de twee dagen die kerstbomen weg. Laat een karretje rijden en maar ja, misschien hebben ze daar geen mensen voor. Maar ik vind dit geen oplossing in ieder geval. En wat denken jullie dat met de bomen gaat gebeuren? Ik hoop dat ze er weer bier van gaan brouwen. Die biertjes waren lekker. Zelf ook een kerstboom buiten gezet? We hadden een nefkerstboom. Die staat nog. Ik vind het wel goed dat er een punt is en dat er iets goeds mee wordt gedaan. Want anders zou er overal één kerstboom liggen. En nu ligt het gewoon op één plek en dat vind ik wel goed. Ik vind eigenlijk dat iedereen een kunstkerstboom zou moeten kopen. Want het is echt zonde dat er zoveel, 2,7 miljoen kerstbomen zijn er gekapt in Nederland. En bovendien, nu worden ze niet opgehaald. Dus het is een grote ravage. De gemeente laat weten dat er hard wordt gewerkt om alle kerstbomen op te halen. Er rijden elke dag 14 vuilniswagens rond, alleen voor de kerstbomen. Dit weekend wordt er ook een dag extra gereden om de bomen op te halen.